Welkom bij Topnames, bijna iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Martijn de Mulder. Martijn, je bent van Meteo Server. Wat doen jullie? En van Surfcheck inderdaad. Jullie is eigenlijk voor ik. Ja? Ik bouw sinds 2010 bouw ik apps. Via Meteo Server verkoop ik ook APIs met vooral weergegevens aan andere ontwikkelaars. En je zei van ik ben van twee namen en, ja. en de ander is? Dat is Surfcheck. En dat is een naam die heeft nogal een geschiedenis eigenlijk. Ja, vertel eens. Ja, dat is goed. Dat is begrijpelijk. Ik surf eigenlijk al een jaar of 20. Ik zat in de begintijd veel op een surfforum. En samen met een aantal gasten hebben wij toen uitgezocht hoe je het boeiennetwerk van Rijkswaterstaat kon uitlezen. En dat deden we dan met behulp van scriptjes. Dat was niet helemaal legaal in die tijd, geloof ik. Maar mocht dat helemaal niet. Ja, dat was niet zo interessant, want het was gewoon voor ons eigen gebruik. Ja. Zodat je kon zien hoe hoog de golven zijn op de Noordzee, hè? Of het tijd is om te gaan. Ja. Dat heeft gewoon een hele tijd doorgelopen tot ik in 2009 mijn eerste smartphone kreeg, mijn eigen Android. En toen dacht ik, zou het niet fantastisch zijn als je die gegevens, als je die golfgegevens gewoon altijd bij je hebt, als dat mobiel is. En toen dacht ik, ja, er is niemand die een app gaat maken om de server te kunnen checken, zoals dat in jargon heet. Ja. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het maar doen. Ja. Maar is dat de opmaat geweest naar, naar Meteo Server? Ja, dat is uiteindelijk is dat de bron geweest van alles. Ja. Dus als je nog eventjes, Meteo Server, zet het even neer. Wat bied jij? Nou, het belangrijkste van Meteo Server is dat je daar APIs kunt afnemen. En dat zijn APIs voor het live weer. Hoe warm is het hier? Wat is de luchtvochtigheid? Hoe hard waait het? Wat is de uurverwachting voor de komende 10 dagen? Wat was het historisch weer op deze locatie in de afgelopen 50 jaar? En heel veel maritieme apps. Hoe hoog is het hoogwater? Hoe hoog is het laagwater? Hoe hoog zijn de golven in de Noordzee? Ja. Natuurlijk, die hoort erbij. En die APIs die zijn bedoeld voor professionals, dus voor andere ontwikkelaars. Want ik heb niks aan een API als, nee. gewone watersporter. Nee. Ja, behalve als je een beetje kunt programmeren, ja. Dan is het misschien wel interessant. Ja. Als je je inschrijft op Meteo Server, dan krijg je sowieso 500 dataverzoeken in de maand gratis. En dan kun je zelf even pielen met de gegevens. Dus voor de hobbyist is het leuk. Ja. Maar waarom heb jij, waarom heb je ervoor gekozen om eigenlijk die data beschikbaar te stellen aan anderen die er wat mee doen? Maar eerst nog eventjes, waar komen die data vandaan die jij aan anderen ter beschikking stelt? Ja, het is bijna allemaal open data. Dus die worden door verschillende overheden. Rijkswaterstaat is mijn hofleverancier. Worden die gegevens die worden ter beschikking gesteld aan ontwikkelaars of wie er dan ook iets mee wil doen. En wat ik doe is die gegevens inlezen in mijn servers, die bewerken en die weer uitgeven in een makkelijk verwerkbaar formaat voor andere ontwikkelaars. En die kun je bij Rijkswaterstaat niet in een makkelijk formaat krijgen. Nee, jij maakt ze toegankelijk eigenlijk. Ja. Ze zijn in een breed geschakeerd aantal dataformaten bij Rijkswaterstaat te krijgen. Van de meest archaïsche tot ook wel moderne JSON APIs. Doorgaans is het allemaal een beetje moeilijk toegankelijk. En als je naar een Meteo Server gaat, dan kun je gelijk aan de gang met industriestandaard. Ja. En vinden zij dat dan oké? Want meestal open data, er zit ook nog wel beperkingen op in de zin dat het voor non-commercieel gebruik beschikbaar wordt gesteld? Dat hangt van de leverancier af, maar overheidsdata, als die vrij wordt gegeven als open data, is voor ieder gebruik geschikt. Ja. Dus mag je op iedere manier gebruiken zoals je maar wil. Wie zijn jouw klanten en wat doen die ermee? Wie dat vooral zijn? Ik heb veel bedrijven in de energiesector.
die daar dingen mee doen. Die bijvoorbeeld willen weten hoeveel zonnestraling er morgen is. Of die willen weten hoe het weer op een bepaalde locatie in de afgelopen 20 jaar is geweest. Zodat ze daarmee kunnen rekenen voor wat het de verwering van infrastructurele objecten betreft. Mm-hmm. Een beetje die richting moet je denken. En een internetbureau heb ik er ook bij zitten die dat weer gebruikt in een app voor een groot winkelbedrijf. Waarom heb jij ervoor gekozen om niet zelf apps te gaan maken? Want dat was je met je SurfCheck eigenlijk wel aan het doen. Hè? Een dienst die waardevol is voor de eindgebruiker, zeggen? Dat heb ik wel. MeteoServer is uiteindelijk voortgekomen uit een heleboel apps die ik heb gebouwd en die je in de iOS en in de Android App Store kunt vinden. Ja, want hoe werkte dat dan? Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, ik heb nu, want je had op een gegeven moment, voor mij heb je 60 apps of zo. Ja. Dat okay. Je zei, die back-end, ja, je hebt hier dus niet goed gedaan. Nee, sta jij vandaag, jij bent meer van het water. Ja, ik ben ook van de laatste part. Ik zal geen vragen bestellen. Je hebt een stuk of, jawel, dat is leuk. Je hebt een stuk of 60 apps. Ik stel me dan op een gegeven moment voor dat je voor al die verschillende apps allemaal verschillende uitkoppelingen en platformjes hebt, dat je denkt, ik moet dat standaardiseren. Die back-end moet gestandaardiseerd worden. Ja. Ik lees alles in één omgeving, dat het zo begonnen is. Klopt dat? Ja, dat is inderdaad precies hoe dat het is gegaan. En dan heb je dat helemaal staan. Dan denk je, ja, maar dit is voor buitenpartijen ook interessant. Ja. Dat is eigenlijk ook vrij langzaam gegaan. Op een gegeven moment had ik een website gemaakt die heet weerlife.nl. En die is voor iedereen. Ik dacht, zou het niet leuk zijn om eens één van mijn weer-API's, mijn algemene weer-API, om die daar ter beschikking te stellen aan de mensen en dan te zien wat ermee gebeurt. Nou, en anderhalf jaar later, toen bleken er ineens 1000 ontwikkelaars van die API gebruik te maken. Toen dacht ik, ja, dit is data, daar hebben mensen wel wat aan. Laat ik het professionaliseren. Dus heb ik een jaar geleden heb ik MeteoServer opgezet. Nee. Hey, je hebt een enorme variëteit aan apps in die stores staan. Voordat we daar nog wat beter naar gaan kijken, vroeg ik me eigenlijk als eerste af. Ik heb er wel eens een artikeltje over gelezen. Ik ben zelf fanatieke watersporter, ik zeil veel. Waarom staat het niet scherp op mijn netvlies? Wat doe jij genoeg marketing? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen. Ja, dat is dan een vraag die ik mij nu zelf ook ga stellen. Kijk, ik krap even op mijn achterhoofd. Ik had eigenlijk het idee dat ik onder zeilers en watersporters wel een redelijk begrip was. Hè? En dan vooral de collectie apps die rond het merk Zeeweer hangen. Ja. Die zijn heel populair onder vooral zeilers en mensen die met boten wat meer varen dan alleen een rondje door de grachten hier. Ja. Hoe dat komt, dat is... Het kan ook aan mij liggen natuurlijk, zeker. Maar ja. Vertel eens even om te beginnen, wat doet die Zeeweer-collectie? Nou, Zeeweer, dat is een samentrekking tussen mijn algemene weer-app, het weer in Nederland, en SurfCheck. Maar dan voor zeilers vooral. Ja. En wat je daar ziet is op één pagina, je ziet live wat voor weer het is aan de kust. Je ziet wanneer het hoog en laag water is, of er weerwaarschuwingen zijn. Je ziet ook hoe hoog de golven zijn, waar ze vandaan komen, hoe de onderliggende deining is. Allerlei informatie die je nodig hebt als je gaat zeilen, om een beetje goed in te kunnen schatten wat je gaat aantreffen als je daar buiten komt. Dat is eigenlijk... Ja, misschien, je hebt denk ik een grote focus op de zeezeilen, wat dat betreft. Misschien komt het daardoor hoor, want mm-hmm. Ik zit veel op het wat. Mm-hmm. Waar natuurlijk als je inderdaad daar gaat zeilen, heb je nog veel diepere getijden informatie nodig. Ja. En bij iedereen die ik ken op het wat gebruikt QuickTide. Ja. Waar je ook precies kan uitrekenen waar je kan droogvallen, hoe lang je het wandtij over kan. Precies de tijdslots, zodat je een bepaald stroompje nog kunt doen.
Zit dat allemaal ook in jouw app? Dan raad ik jou mijn app Het Getij aan. Ja. Maar die gaat even diep als QuickTime? Die gaat minder diep. Dus er zitten niet van die rekenmodules in. Ja. Als je dat wil weten, moet je die app gebruiken inderdaad. Ja. Is dat een app of is dat een Windows? Dat is een app. Oké, ik had even het idee dat het een programma was voor laptops. Maar, ja, want ik zie wel, en daar spring jij natuurlijk op in, dat ik gebruik gemiddeld 4, 5, 6 verschillende apps doorlopend. Ja. Ja. En jouw model is volgens mij dat je ze terugbrengt naar één app waar je alles in aan moet. Ja. Kijk, uiteindelijk er zijn er gewoon heel veel apps in de App Stores. Ja, de concurrentie is mega. Ja, die is mega. Maar dat betekent ook voor jou als gebruiker dat je ook gewoon alles rustig kunt bekijken en eruit kunt pikken wat voor jou gewoon het allerprettigste is. Hè? Wat ik bedenk, hoeft niet direct voor jou het allerbeste te zijn. Nee. Gelukkig voor heel veel andere mensen is dat wel. Geef eens een indicatie van hoeveel mensen die app die jij net noemde. Welke is het? Zeeweer? Zeeweer. Hoe vaak is die nou gedownload? Zeeweer heeft ongeveer, hoeveel ze zijn gedownload, weet ik niet, want dat hou ik niet zo bij. Zeeweer heeft ongeveer 21.000 actieve gebruikers. En Het Getij heeft er ongeveer 35.000. Ja. Ja. En dat zijn apps waar je een jaarlijkse fee voor betaalt, hè? Zeeweer betaal je één keer en Het Getij betaal je ook één keer. Dat is iOS. Alleen op Android heb je abonnementen. Ja. Vind ik het zielig voor Android gebruikers. Dat is eigenlijk een Apple ding. Veel meer mensen voortdurend te laten betalen. Ja. Was voor jou makkelijk? Waarom heb je ervoor gekozen? Dat is er misschien hoe dat jij het ziet. Nou, al mijn nieuwe apps, daar zitten ook gewoon abonnementen in. Okay. Maar ik kijk, die apps, Zeeweer stamt geloof ik uit 2003 al. Daar zitten heel veel oude gebruikers op. Die hebben één keer betaald, dat was de belofte. Eén keer betalen en je hebt een app. Vond je dan ook verplicht om dat in de lucht te houden? Jazeker, ja. Ja, ik verkoop nog steeds dagelijks Zeeweer en Het Getij. Dus wat dat betreft maak ik me geen enkele zorgen over het voorbestaan van die apps. Ja. Hey, we hebben hier wel eens vaker mensen aan tafel die zich focussen op wat we dan een niche noemen. Maar een afgebakend gebied. En daar binnen die niche, zeg maar, meerdere apps of meerdere sites, et cetera. Hoe doe jij dat? Hoe heb jij dat gedaan? Hoe bepaal je of je een nieuwe doelgroep gaat aanboren, een nieuwe dienst gaat aanbieden? Hoe heb je dat in de loop der tijd ontwikkeld, totale palet? Ja. Nou, ik ben zelf een watermens. Hè. Ik heb niet voor niets deze trui aangedaan. En ik bouw gewoon apps die ik zelf wil gebruiken. Die ik zelf superleuk vind. Ja. In principe bouw ik ze ook gewoon voor mezelf. En als andere mensen ze leuk vinden, dan vind ik dat ook tof. Kijk, in de praktijk gaat dat natuurlijk anders. Want je bouwt iets wat je mooi vindt. Dan gaan mensen die gaan het gebruiken en die geven je allerlei suggesties. Zou je dit kunnen doen, zou je dat kunnen doen. Ja. Die gooi ik erin. Want dat is blijkbaar wat de markt wil. Ja. En uiteindelijk verdien ik er ook gewoon lekker geld mee. Ja, je gaf net wat indicaties van actieve gebruikers. Dat zijn allemaal mensen die ze ook gedownload hebben. Dus, maar dat zijn er veel meer. Want er zijn ook mensen die proberen het en leggen het weer naast zich neer. Ja. Sommige jouw apps zijn geprijsd ergens tussen de 2-3 euro tot een tientje. Roughly. Ja. Als ik jou zo hoor, dan verdien je daar een hele goede boterham mee. Ja. Gewoon door te maken wat je zelf eigenlijk nodig hebt. Ik kan daar prima van leven. Dat is, want je hebt over enkele tonnen per jaar wat daar binnenkomt. Enkele tonnen? Nee? Was dat maar waar. Nee hoor. Ja, maar als je het hebt over op een app die je net noemde met 25.000 gebruikers, die hebben allemaal daar 8,95 voor betaald. Maar dan heb je het nu over de HP 33 Stroomatlas. En die heeft er een stuk of 2000. Okay. Dus dan kom je net in hele andere gebieden dat terecht. Ja, nou, en, dat is 20.000 euro. En dan uitgesmeerd over een jaar of vijf in dit geval. Okay. Maar er zijn heel veel van dat soort. Want
En is dat ook je strategie, dat je dus eigenlijk zoveel mogelijk maakt naast elkaar? Nee. Ik maak wat ik zelf tof vind of waar de markt om vraagt. Okay. En die stroomatlas die ben ik gaan maken omdat een paar keer vroeger zeeweergebruiker, verschillende zeeweergebruikers die vroegen aan mij, heb je ook een digitale versie van de HP 33? En ik heb hem als boek aan boord liggen. Wat is de HP 33? Ja, wat is dat? Ik had geen idee. De HP 33 is een atlas waarin precies staat per getijdenuur hoe de stromingen in de verschillende gultjes op het land loopt of op de Noordzee. Ja. Iedere zeevarende schipper heeft hem in zijn boekenkastje staan. Ja. Nou ja, goed. En ik ben dat uit gaan zoeken en ik kon licentie op die gegevens krijgen via Marine, de Koninklijke Marine, inderdaad. Ja. Ja. En toen ben ik de boel gewoon gaan digitaliseren. En dat vonden ze ook goed. Ja, dat is de essentie van een licentie natuurlijk. Maar, ja. Maar als je het zelf moet digitaliseren. Dat is ook... Oh ja. Nee, dat was expliciet de bedoeling. Ik kreeg de data ook niet van ze geleverd. Ik kreeg alleen toestemming om het te dupliceren en het te gaan verkopen. Ja, ik vind het een prachtig uitgangspunt dat je kan zeggen van ik begin met de dingen bouwen die ik zelf nodig heb. Ja. Hey, jij zegt en waar de markt om vraagt. Geef eens een voorbeeld van waar de markt om gevraagd heeft, wat je gemaakt hebt. Nou ja, die is dat inderdaad. En iets soortgelijks heeft zich ook voorgedaan bij het getij. Omdat zee weer er was en toen vroegen mensen, ik vind de getijdeninformatie een beetje sumier. Zou je het ook kunnen uitbreiden? Ja. Ik denk, nou ja, dan maak ik er een hele app omheen waar je alle getijden van heel Nederland, inclusief de curves en de verwachtingen tot in de verre toekomst kunt opvragen. Ja. Hey, wat is de concurrentie? Welke? Roland vertelt mij ook wel eens over de apps die hij gebruikt bij zijn activiteiten. Ja. Wie zijn jouw concurrenten? Mijn concurrenten. Het getij, heel goed. Hij zat er wel. Heel goed. Je hebt hem. Ik wist al niet die voor jou. Nou, prachtig. Dat is het beste. Nee, maar afgelopen week stond ik op een feestje en toen sprak ik ook met iemand die had een boot en die zei, ja, ik heb laatst een waterkaart gedownload, die is goed. Ja. Ik zei, nou, laat maar zien, welke is het? Nou, wat denk je? Waterkaart Nederland, mijn app, had hij op zijn telefoon en hij vertelde gewoon vanuit zichzelf dat hij het een goede app voor. Ja, mooi man. Weather Radar, Marine Traffic, KNRM, Windy, waddendata.nl, dat is een website. Die is echt helemaal top voor watvaarden, want dat is dan weer een niche binnen de niche. Mm-hmm. Ja. Die koppelt, dat is een mashup, dat is een voor mobiel geschikt gemaakt website. Het is een mashup van helemaal op Terschelling, van alle Rijkswaterstaatdata, het real-time weer, wind, golfhoogte, verhoging, verlaging. Precies wat je nodig hebt als je van Harlingen naar de Schelling vaart. En dat is ook precies wat je krijgt bij zeeweer. Dus ik zou zeggen, probeer die eens een keer. Geef die app gewoon eens een kans. Ja, waddendata is gratis. Maar goed, wat ik doe, dat is weer een ander verhaal. Een ander interessant project, want dat vind ik wel fascinerend. Je bent begonnen op een gegeven moment met een waterkaart. Ja. Daar gebruiken zeilers verschillende bronnen voor. Dat kan een Navionics zijn of in Nederland een AWB-waterkaart. Mm-hmm. Je bent met een megaproject begonnen, want je wil veel meer data op die waterkaart zetten dan tot nu toe op waterkaarten staat. Mm-hmm. Kun je daar eens iets over vertellen? Want één, waarom ben je dit gaan doen? Twee, je bent er al 2 jaar mee bezig. Ja. Heel ingewikkeld, geloof ik. Kun je er wat over vertellen? Ja. Nou ja, kijk... ik heb die apps gemaakt, Zeeweer, Het Getij, de Stroomatlas. En ik heb ook een grote algemene weer-app. Het Weer in Nederland heet die. En ik dacht, zou het niet mooi zijn als je al die gegevens gewoon eens samen kunt voegen op één kaart? Maar die data die was heel lang niet beschikbaar. Tot 1,5 jaar geleden kwam Rijkswaterstaat opeens met een website. Waarop heel veel van dat soort gegevens, zoals de boeien en de verkeersborden langs de vaarroute, et cetera, die werden ineens als open data vrijgegeven. En toen dacht ik, dit is mijn kans, nu ga ik het doen. En toen ben ik heel rustig gaan programmeren.
En dat is uiteindelijk de waterkaart geworden. En daar lopen nu gegevens in uit ik geloof 24 verschillende databronnen. En ik ben nog niet klaar. Nee, dat is een megaproject. Waarom is dat zo complex? Nou, vooral omdat je gewoon al die gegevensstromen logisch moet samenvoegen. En omdat je ook moet zorgen, zeilers, mensen die het water opgaan, die in boten varen, die wat fanatieker zijn, die zijn heel kritisch. Maar dan ook echt heel kritisch. En die staan er gewoon op dat de gegevens die ze op een scherm hebben, dat het ook gewoon echt goed is. Dus je moet constant zorgen dat de data aan de achterkant wordt bewaakt en wordt bijgewerkt. Daar gaat nogal wat programmeerwerk in zitten om dat goed te krijgen. En kun jij eens wat vertellen over het belang van, in dit geval, de overheid, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, heeft data, stelt die beschikbaar aan de wereld. De wereld mag wat mee. Jij bent een van de mensen die wat mee doet. Ja. Dat is voor wie niet in de technische wereld zit, is het een begrip wat op afstand opereert. Waarom is dit belangrijk? Waarom zou een, vind jij, behalve dat jij er je boterham mee kan verdienen, mm-hmm. Wat is de toegevoegde waarde dat overheidsinstellingen dit doen? Nou, het is precies dat. Kijk, de meeste apps die ik maak, die draaien op open data. En het grote idee achter open data, dat is dat je gegevens vrijgeeft zonder daar enige verwachting bij te hebben. En dat je de markt ermee laat doen wat ze ermee willen doen. De essentie daarvan is dat die gegevens ook gewoon worden opgepakt door programmeurs zoals ik. En die het dan ook herverpakken en bruikbaar maken voor heel veel mensen. Kijk, ik heb in totaal 300.000 actieve gebruikers. En dat zijn bijna 300.000 actieve gebruikers van open data, open overheidsdata. Als die gegevens niet waren geweest, had ik die apps nooit gemaakt. En dan lag die gegevens keurig op de servers van allerlei ministeries te liggen. En dan had de samenleving er als geheel gewoon veel minder aan gehad. Ja. En dat is nou het grote idee achter open data. En dat werkt ook echt. Hey, kan open data nog een volgende stap zetten? In de zin van, nu blijft het zeg maar beperkt tot de technische wereld. Hè? Mm-hmm. Want je moet zeg maar programmeur zijn of die kennis hebben om er iets mee te kunnen. Yeah. Er is een belangrijke stroming aan de gang waar ik groot fan van ben. De no-code stroming. Dat je hoeft geen programmeur te zijn, maar je kan toch met data dingen maken die voor jezelf op zijn minst interessant zijn. Mm-hmm. Zie jij daar ook ontwikkeling in? Is dat ook een ontwikkeling die gaande is in de wereld van de API's? Dat het makkelijker wordt voor gewone mensen om met data meer te doen? Ik denk als je zegt gewone mensen die niet kunnen programmeren, dan denk ik dat het antwoord nee is. Nee, ik zie wel dat de manier waarop open data worden vrijgegeven de laatste jaren is een stuk beter dan het vroeger was. Vroeger kon je een spreadsheetje downloaden en dan moest je zelf de boel eruit halen. Nu kun je vaak geavanceerde API's aanspreken om de data ook gelijk op een gestructureerde manier binnen te krijgen. Maar ik zie niet echt hoe dat mensen die niet programmeren direct profijt hebben van open data zoals die worden vrijgegeven door de overheid nu. Hey, jij hebt ervoor gekozen om bij jezelf te beginnen, dicht bij jezelf te blijven, dingen te ontwikkelen. Zijn er ook wel momenten dat je denkt van, hey, ik zie daar en daar ook nog open data stromen langskomen waar ik meer mee zou willen? Ik heb een hele lijst met favorieten in mijn browser met allerlei gegevens waar ik dingen mee wil. Je hebt een één leven en een lineaire tijdsmeting. Ja. Daar moet je het allemaal in doen. Maar eigenlijk zeg jij dus, wat ik aan het doen ben, is als jij kijkt naar de wereld om je heen, is eigenlijk een begin. Er liggen nog zoveel mogelijkheden voor andere programmeurs zoals ik. Oh ja, ja, ja. Waar je helaas nu zelf niet aan toe kunt. Om nieuwe dingen te maken. En ja. ik zou vooral zeggen, ga het doen, want daar komen alleen maar mooie dingen uit. En ik ben niet bang voor concurrentie.
Want die is er altijd en die komt van alle kanten. Hè. De hele wereld die mag meespelen in de App Store. Ja, vooral die weerdata kun je tegenwoordig gelokaliseerd zijn. Worden allemaal in China gemaakt. Ja. Ik heb met name op Android bijzonder veel last van Chinezen in de weer-apps. Ja. Want China en Oost-Europa overspoelt echt de App Stores met algemene weer-apps. Ja. Ja. Maar dat is ook waarom die nautische niche voor mij zo belangrijk is. Want dat is echt Nederlands. Ja. Jij noemde net één punt in die nautische niche, die ik nog wel heel belangrijk vind. Want wat je altijd als eerste doet, is op zo'n kaart. Je zei net al, het is een ongelooflijk kritisch publiek. En dat is ook logisch, want alles hangt af van de accuratesse van je kaarten. Mm-hmm. Vandaar dat veel mensen ook altijd 2 of 3 verschillende systemen bij de hand hebben, omdat ze één kaart niet eens durven te vertrouwen. Ja, dat is slim. Zodat als het niet overeenkomt, dat je weet dat je extra moet opletten, omdat het dus onduidelijk is waar een boei ligt, of hoe diep het is, of cruciale informatie, ook voor je veiligheid. Ja. Kun je dat als eenmansbedrijfje op deze manier garanderen? Ja. Ook als ik naar je kaart zit te kijken, want ik denk van er staan toch wel heel veel dingen op. Weet je moet maar net de juiste ding op de juiste GPS-locatie plotten en dat klopt gewoon niet altijd. Ja. Kijk, wat ik doe, de hoofdbestanden, de belangrijkste bestanden, hè, dat zijn de drijvende boeien en de vaste bebakening en dan vooral die eerste categorie. Die worden 1 keer per maand vrijgegeven door Rijkswaterstaat. Ik heb een robotje draaien op de achtergrond en die geeft mij een seintje zodra de nieuwe bestanden online zijn gezet. En dan dan gaan ze zo de database in en daarheen. Als het niet klopt, dan klopt het niet in de systemen van Rijkswaterstaat. Dat is eigenlijk het principe achter de verversingscyclus van de waterkaart. Heb je een disclaimer er ook in zitten? Nogmaals, geen kritiek hoor, maar gewoon, het valt me op. Je bent hier nog mee bezig, het is work in progress, je waterkaart. Ik woon zelf in Durgedam. Ik zat net even te kijken, op de ANWB-waterkaart staat gewoon dat de havenhoofden, dat daar lampen staan. Dat staat op de ANWB-kaart. Mm-hmm. Jouw kaart niet. Mm-hmm. Hoe komt dat dan? Dat is een vraag die ga ik binnenkort persoonlijk stellen bij Rijkswaterstaat, want daar ga ik praten over deze gegevens. Okay. Want dat geldt ook voor de Marco Wadden. Op de punten van de havenhoofden, daar staan lampen nu. Ja, dat was ik toevallig gisteren nog. En daar staat ook bebakening, maar die staan niet in de systemen van Rijkswaterstaat. Ja, die staat ook weer niet op de ANWB-kaart. Nou. Dan moet de ANWB zijn app ook verversen. En even praten met de Rijkswaterstaat. Want ze zijn er wel. En ze zijn ook door Rijkswaterstaat neergezet, of in opdracht daarvan. Maar ze staan niet in het systeem. Het gaat me niet zozeer om het detail, maar om de complexiteit van het up-to-date houden. Dat is bewuste keuze om alleen te zijn en alleen te blijven. Kijk, uiteindelijk is het gewoon een hobby. Het is een professionele hobby geworden. Maar ik doe het toch ook omdat ik het leuk vind om te programmeren, om dingen te maken. Ja, en met de open data bezig te zijn. Ja. Hey, de laatste vraag, ik begrijp van Johan Schaap, die zegt, nu is hij ook journalist die regelmatig over start-ups schrijft. Ja. Wat vindt de journalist in je goed en minder goed van de onderneming Meteo Server? Dat is wel een gewetensvraag. Ja, korte slotvraag. Daar kan ik wel iets over zeggen. Want die wordt namelijk ook door mij alleen gerund. En wat er niet goed is, dat is dat hier ontzettend veel potentieel in deze markt zit. Maar dan moet je wel persoonlijk op bezoek bij mensen om de boel te gaan verkopen. Dus zou ik dat doen, of zou ik iemand bijnemen die dat gaat doen, dan zou ik toch wel meters kunnen maken. Dat is zeker. Maar dat doet hij nu even niet. Uiteindelijk ben je gewoon een solist en veel lekker. Ja, voor wat het dit betreft dan wel.
Ja, ja, laat ik dat er even heel expliciet staan. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, wat ik fascinerend vind, en mijn slotopmerking, is dat jij in je eentje, door gewoon je passie te volgen, heel erg toch innoveert op allerlei apps die je kent. En ik zie echt fantastische dingen, ik ga erin duiken. Mm-hmm. Maar je moet wel even iemand aannemen voor je marketing. Ja, ja, ja. Heel goed. Nou ja, als jullie dat dan samen even afspreken. Hey, super, ja. Bedankt. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik hoor alleen maar van hem dingen over het water. Dus voor de rest, aan mij heb je geen... Aan mij heb je geen goede klant. Nee, heel veel succes. Maar ik vind het wel een heel mooi verhaal. En met name het stuk wat je zei, van ik maak eigenlijk dingen gewoon die ik zelf nodig heb. Ja, 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 dat en waarschijnlijk zijn er, er blijken nog meer mensen te zijn die dat ook hebben. Hartstikke bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jever, Stekel, vind je die wel lekker? Nou, ik ben niet zo'n jeneverdrinker in alle eerlijkheid. Maar jever wel? Oh, als bier? Ik dacht je jenever. Ja, nou, dat gaan we straks. Ja, dit vind ik lekker, jever. Ja. Oké, okay. Want we wisten het ook nog wel eens, weet je. Oh, sorry. Ik ben altijd blij als je een biertje van de sponsor lekker vindt. Dat is al een, heerlijk. Dat is al een grote winst. PQR voor hosting van de website. Jetstream voor de streaming faciliteiten. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Nou, dan begint iemand nog weer een hele ingewikkelde extra vraag te stellen die ik nu net zie binnenkomen. Never build your business in someone else's garden. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Dat is een interessante vraag. Bouwen op andermans API's, neem ik aan dat Boer de Boer bedoelt. Sorry, de uitzending is over. Ik had het niet moeten zeggen, maar ik zag het ineens binnenkomen. Het is een interessant onderwerp, maar niet voor nu. Gaan we zo meteen nog even over gaan door. We zo meteen nog eventjes door. Jongens, bedankt en kijk je live. Blijf dan kijken. Tot zo direct. Dag.